gegroeid. Dus hij is mijn hele leven al bij. En ik zou niet meer weten hoe het zonder is. Misschien is dat een lang betoog om te zeggen, goed. Gek genoeg hou ik er bijvoorbeeld ook helemaal niet zo van om voor een grote groep mensen iets te presenteren. Ik hou heel erg van het gesprek aangaan met een publiek, maar niet zozeer oreren. Daar word ik ook een beetje onzeker van. Dus genoeg dingen. Ach, jongens. Nou, weet je wat het grappige daarmee is? Dat is natuurlijk altijd vooral iets waar anderen mee bezig zijn. Mensen praten een beetje elkaar na. En het is eigenlijk gebaseerd op niets meer dan dat ik programma's over homoseksualiteit maak. En dan zou ik ermee kunnen stoppen dat te doen. Om maar te voorkomen dat mensen gaan roepen, wanneer komt hij zelf uit de kast? Maar dat is het me niet waard, het maakt me niet zo heel veel uit. Dus ik blijf die programma's maken, net zolang dat ik signaleer in de samenleving dat het nog nodig is en belangrijk is. Nee. Nee. Niet in de verleiding gekomen? Haha, verleiding, kijk. Daar heb je het over iets heel anders. Nee, maar het is niet gebeurd. Zoveel dingen. Ik denk dat het meest gênant toch wel is dat je in een groep waar anderen misschien net iets minder dronken waren, over je nek gaat waar iedereen bij is. Dat is gewoon echt. Dat je zo half zo ligt, over je kleren en waar iedereen gewoon bij zit. Dat is eigenlijk wel het meest gênant. Maar er zijn genoeg andere voorbeelden hoor. Dat zijn er heel wat. Die wil je ons mooi besparen, heb ik het idee. Dat is beter voor, dat is beter voor iedereen als dat bespaard blijft. Ja. Okay. 06? Nee, dat doen we maar even niet.